Bah! Ik ben terug thuis, dames en heren. Wow, ik zit gewoon in mijn kamer. Sick! Er komen nog fucking veel video's online van Nederland. Eigenlijk maar eentje. En hier is jullie een kleine preview, baby's. Ik ben 10 dagen in Nederland geweest. En het was super awesome, echt waar. Ik heb een van de beste weken van mijn leven gehad. En dat is geen grapje, echt. Het was geweldig. Ik heb super veel kleren gekocht. Waaronder deze geweldige trui. Deze gekke shoebas. Deze fucking broek. En dit hoedje heb ik gekregen van Joost voor mijn verjaardag. Thanks man, I love you. En het is geen saaie welkom back. Ik ben terug. Video? Nee, er is eigenlijk wel een hele speciale, serieuze video. De laatste tijd worden er heel veel YouTubers gehackt. En dan kan je je afvragen. Yo, als je goed wachtwoord hebt, dan kan je toch bijna niet gehackt worden. Elk wachtwoord is eigenlijk crackable. Goed je wachtwoord ook is, eigenlijk kan elke decent goede hacker eigenlijk wel elk wachtwoord hacken. Het moeilijke is de 2-staps-verificatie. En dat is eigenlijk als je inlogt dat er een sms'je wordt gestuurd naar je telefoonnummer en dan kan je inloggen met die code. Dat is de grootste struggle voor hackers. Dat is echt gewoon examens. Dat is het moeilijkste. Dat is gewoon de naald uit de hooiberg halen. Dat is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk. Tenzij de telefoonkantoren geen fuck geven en gewoon, ja, dit doen. Laat jullie zo meteen uitleggen na de intro. Dus dames en heren, let's fucking go. Dus even een duimpje omhoog, ik ben deze direct te zeggen, let's fucking go. Hallo, dames en heren. Zoals jullie waarschijnlijk wel of waarschijnlijk niet weten, waarschijnlijk niet. Ik ben mijn telefoon verloren op het strand van Scheveningen. Die telefoon ligt daar ergens onder het zand. Ik weet het zelf eigenlijk niet goed. Als je meer uitleg wil, of als je dat verhaal wil horen, kijk dan zeker binnen een half uurtje of binnen een uurtje nog eens op mijn kanaal. Daar komt de tweede video van vandaag online, waarin ik daar meer uitleg over ga geven. Maar dus ik was mijn telefoon kwijt. Ik had geen telefoonnummer meer. Het is allemaal shit. Hij is gefixt. Ik heb mijn telefoon niet terug. Ik heb een nieuwe telefoon. Maar wel met hetzelfde telefoonnummer. Hey, is het hoe? Hoe heb je dat gedaan? Ik ben naar de telefoonwinkel geweest. Ik heb om een simkaart gevraagd met hetzelfde telefoonnummer. Ik heb mijn telefoonnummer gezegd en ik heb die simkaart gekregen. Besef even dat die mensen in die winkel 0, maar dan ook 0 verificatie hebben gevraagd wie ik was. Ze hebben gewoon gevraagd wat is je telefoonnummer en ze hebben mij die kaart gegeven. Fuck, ben ik dat nu echt al kwijt? Nee, alsjeblieft. Nee, dat mag echt niet weg zijn. Ik ben net op mijn kaartje geweest en ik weet niet meer waar ik het gelegd heb. Oké, I found it, guys, I found it. Jullie kennen het allemaal wel, gewoon zo'n simkaartje die je dan in je telefoon kan steken en dan werkt je telefoon. Besef even, als een hacker gewoon naar die winkel was gegaan, ook zich had voorgedaan als mij en gewoon mijn telefoonnummer wist, hij gewoon kon inloggen op mijn account. En dan kon ik er niks aan doen. Die mensen in die winkels moeten om verificatie vragen. Ze hebben geen fuck gedaan. Ze hebben mij gewoon die kaart gegeven en gezegd van je stik deze in je nieuwe telefoon en dan werkt het weer. Voor mij was dat natuurlijk super chill. Ik moest geen dingen tonen. Ik kreeg gewoon een kaartje en alles was safe. Als iemand anders dat doet, dan stelen ze gewoon je telefoonnummer. Je kan gewoon fucking makkelijk iemand anders zijn telefoonnummer stelen. Yo, telefoonproviders, get your shit together. Dat kan echt niet. Ik heb ook tegen die mensen daar gezegd van, yo, alleen als ik kom vragen om verificatie en shit, nu is het allemaal safe, want ik dacht dat het moeilijker ging zijn. Ik dacht dat ze allemaal moeilijke vragen gingen stellen. Dat is niet zo. Ik heb langer in de rij gestaan dan dat ik heb gepraat met die man. Dat was echt in 1 minuut klaar of zo. Maar dit is dus ook gewoon de reden waarom zoveel mensen gehackt kunnen worden. Dit is de reden waarom iedereen gehackt kan worden. Die telefoonmensen die daar werken, die geven geen fuck. Die denken niet na dat sommige dingen beveiligd worden door het telefoonnummer. En dan zou je misschien nog kunnen zeggen, ja, maar als je dan die kaart erin steekt, dan moet je toch nog een simcode shit, iets van code invullen. Nee, de code staat op die kaart. Elke keer als je een nieuwe simkaart krijgt, krijg je ook een nieuwe code. Zo makkelijk is het om iemand te hacken. Dus aan alle YouTubers die niet gehackt willen worden, rush naar jullie provider en geef echt alle beveiligingsinformatie die je hebt aan hun. Zeg, als iemand wil van telefoonnummer veranderen, zorg dat het ik is, zorg dat ik identiteitskaart, zorg, vraag alles. Ik meen het, doe dat echt. Ik zou het niet zeggen als het niet belangrijk is, maar doe dit echt. Je kan veel te makkelijk gehackt worden. Het is niet alleen op YouTube hoor, op Facebook heb je ook 2-staps-verificatie, op Twitter heb je ook 2-staps-verificatie, op Instagram heb je het ook. It's everywhere. Bescherm jezelf van hacken. Deze video is gewoon gestolen van H3H3, maar ik heb het wel zelf meegemaakt nu. Daarom dat ik ook niet op te veel social
social media had gezet dat mijn telefoon gestolen was. Omdat ik dacht, misschien doet iemand dat. Gelukkig is mijn telefoon er niet echt online gekomen. En alles die online staat is verkeerd van mij. Dus dat is gewoon wel chill. Maar snap even, als het gebeurd was, dan was mijn channel nu gehackt. En dan was ik wel de lul. Dit was even een korte update terug. Welcome back video. Bescherm jezelf. Anders word je fucking hard gehackt. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Kijk straks naar mijn channel. Als je daar zin in hebt, doe het gewoon. Kijk dan ook naar de nieuwe video. Ik ben Acid en ik zie jullie morgen terug op mijn kanaal met een nieuwe video. Adios, bitches. Tot de volgende keer. Ja, joe.